Goedenavond. Ik wacht even tot de mensen mij gevonden hebben. Welkom bij deze live bij Hobby Vision. Ik wacht even rustig. Ik ben net een paar minuutjes later. 2 minuutjes zie ik. Dus het kan zijn dat de mensen mij nog aan het zoeken zijn. Dus ik wacht even heel rustig. Ik heb al hele leuke artikelen voor me liggen. Jullie zijn er al. Welkom. Welkom bij deze live bij Hobby Vision. Er is weer een nieuwe collectie bij Joycrafts uitgekomen. En ja, ik mag vanavond hier in de groep daar weer even een leuke creatie mee maken. Wat ik vanavond ga maken, dat ligt hier al voor me. Een leuke kaart, een beetje een ander model is anders. Ik denk, we gaan dus even lekker aan de knutsel vanavond. Ik wil jullie eerst even de nieuwe artikelen laten zien. Ik leg de kaart nog even aan de kant. Ik wil beginnen met deze nieuwe Bambo Jumbo. Ja, het is een hele mooie pakkende naam, Bambo Jumbo. Designpapier, dat is 601106 76. En echt een heel leuk designpapier. Je kunt het ook voor mixed media gebruiken. Ja, het lijken wel wat stempelachtergronden. Hier is een steppen, een savanne randje aan de onderkant. Het is dubbelzijdig. Het zijn weer 12 vellen A4 papier. En ja, 3x4 designs. Het is weer dubbelzijdig dus. Een mooie bamboe-achtige houtstructuur. En aan deze kant mooi in het beetje taupkleurig, heel zacht. Met een bamboe takken doorheen. Een stippeltje. En dit is wat een mixed media-achtige achtergrond. Ik vind hem erg leuk. Ook hier nog een streepje structuur. En daar nog een bamboe. Jullie hebben hem allemaal gevonden, zie ik wel, op deze warme maandagavond. Leuk, ik denk dat ik bij heel veel buiten zal zitten, denk ik. Dat jullie buiten de tablets hebben. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie zo massaal weer komen kijken. Dus deze Bambo Jumbo lijn. Daar horen ook nog 3 hele leuke stansjes bij die ik ook even wil laten zien. En daar ga ik natuurlijk straks ook mee aan de slag. Het ligt allemaal sinds vorige week in de winkels, dus het is echt allemaal vers van de pers. De Mon Ami Sydney. Een erg leuke koala stans. Waarmee je een grote koala en ook nog een baby koala kunt uitstansen. Een bamboe cirkel. Met allemaal kleine losse takjes. Ik heb alles al voorgestanst, dus dat laat ik jullie zo meteen ook nog even zien. De cirkel is de 6002-1629. En de Sydney, de Mon Ami Sydney, dat is de 6002-1630. En dan is er nog een bamboe tak, een set van 2 takken. En dat is de 6002-1628. Erg leuk te combineren bij het designpapier. En dan maak je mee de mooiste creaties mee. Waaronder deze heb ik deze week al gemaakt. Dan kun je ook even zien hoe die leuke koala tot stand komt. Deze heb ik bewerkt met distressinkt. Dat ga ik jullie straks ook laten zien. Hoe ik deze bewerkt heb en op kleur gebracht heb. Nou, dit is een ezelkaartje. Een dubbel ezelkaartje. Waarbij ik de kleintjes in de bamboetakjes heb gedaan. Deze kaart ga ik vanavond niet maken. Die heb ik laatst al als een makerkaart gedaan. Dus die kunnen jullie ook op de website terugvinden. Of op het blog van Joycrafts kunnen jullie die terugvinden. Vanavond ga ik dus met deze kaart aan de slag. En daar kun je... Ik hoop dat het een beetje goed in beeld is. Wacht even tot ik het zelf ook allemaal in beeld heb. Ik heb me flink uitgeleefd met de bamboe zoals je kunt zien. Ik ga hem stap voor stap zo meteen maken. Ik heb alles voorgesneden. Heel veel bamboetakjes uitgestanst. En dan gaan we er zo wat moois mee maken. Nou, dan moeten we maar beginnen, dacht ik. Ik ben aan de slag gegaan, of tenminste, de basis van mijn kaart is dit kraftpapier van Joycrafts.
Dat is de 8089-0233. Dat is mooi wit, stevig kraftkarton. Het is 300 grams, dus echt mooi stevig om de basis van je kaart mee te maken. Ik zal even een liniaal en een potlood pakken. Ik heb hiervan een rechthoek gesneden van 30 breed en 21 hoog. En later kan ik ook altijd nog even de maten even doorgeven als ik de kaart online plaats. Dat jullie de maten van het kaartstok en het designpapier even op een rijtje hebben. Zodat jullie nu niet heel snel hoeven te schrijven. Mochten er trouwens vragen tussendoor zijn, stel ze gerust. Ik probeer zoveel mogelijk mee te lezen. Ik heb mijn tablet voor me staan, dus zoveel mogelijk lees ik mee. Ik mis wel eens een vraag, mocht ik hem niet zien, stel hem nog eens een keer opnieuw. En anders kom ik er later nog waarschijnlijk nog wel een keertje op terug, als ik de reacties een beetje doorlees. Ik neem hem zo voor in de breedte 30 bij 21 en dan ril ik hem op 7,5 en op 15 centimeter. Even een snijmatje onder, omdat dit nogal een ruw matje is waar ik nu op werk, dus dan... is het makkelijker om met een snijmatje even. Dus ik ril hem op 7,5 en op 15 centimeter. Dat doe ik ook hier. Ik laat even zien hoe je dit gemakkelijk met de liniaal kunt doen. Je zou het ook met een scorebord of een snijapparaat kunnen doen. Maar ik laat hem vanavond even zien hoe je dat gewoon... heel gemakkelijk met een liniaal, een potloodje en een embossing of een vouwbeentje doet. Deze liniaal zitten dus van die streepjes op, zit een rastertje op, waarmee je dus hier heel mooi kunt uitlijnen op je papier, zodat je zeker weet dat hij recht is. Nou, datzelfde doe ik dus ook bij deze. Dus ik lijn hem gewoon hier uit op mijn papier en dan kijk ik eventjes van waar zitten mijn streepjes. Nou, hier zit mijn streepje en daar. Zo, en dan zit hij recht en dan ga je zo met het vouwbeen erbij langs. Vervolgens snijd ik aan de onderkant 6 centimeter af. Dus ik draai hem even een halve slag en ik meet hier 6 centimeter af. En die doe ik over de hele breedte. Snijd ik dus een strook van 6 centimeter af. Het is een hele eenvoudige kaart, maar het geeft wel een heel mooi effect. En echt niet moeilijk om te maken. Even een beetje mijn snijmatjes net iets korter. Dat is een A4 formaat. Dus dat is net iets kort, dus ik moet hem even goed neerleggen. En dan snijd ik hier dus de 6 centimeter aan de onderkant af. Onderaan mijn liniaal zit dus een ijzeren randje, waardoor ik niet in mijn liniaal kan snijden. Nu heb ik hier de kaart nog en een strookje van 6 centimeter. Dan ga ik eerst de kaart vouwen en dan wordt dit wordt een bergvouw en dan wordt dit wordt een dalvouw. En vaak ga ik dan nog even een keertje met mijn vouwbeen er wel langs. Wat geweldig dat jullie allemaal zijn. Ik zie al heel veel mensen binnenkomen. Superleuk. Welkom. Voor degene die ik nog niet welkom geheten heb. Leuk dat jullie er ook bij zijn. Ik laat nog even zien wat we vanavond gaan maken. En dat is dus wel deze kaart. Dat is een mooie kaart waar je gewoon echt kunt uitleven met allemaal diepte laagjes erin. Die gaan we dus maken.
Ik heb hem dus al gevouwen, maar zoals je op mijn voorbeeldje kunt zien, loopt mijn kaart schuin weg. En hoe doe ik dat? Ik meet links, van links onder, meet ik 9,5 centimeter. Nee, ja, 9,5 centimeter. Ik moet even goed lezen wat ik opgeschreven heb. En dat doe ik even zo, zodat hij goed recht in het hoekje komt. Dus dat is 9,5 centimeter. En dan snij ik dat helemaal weg tot aan die hoek. Dus 9,5 centimeter van onderen. En dan snij ik tot aan de hoek. Even kijken, moet ik hem even zo leggen op mijn matje. Dus van linksonder 9,5 centimeter. En dan snijd je er dus zo'n scheve hoek snijd je eraf. En zoals je nu kunt zien, is je mooi nu in model, net zoals ik deze kaart heb gemaakt. Even een slokje water, want het is hier vrij warm. De zon heeft hier vanmiddag even flink op het raam staan schijnen, dus het is best wel een beetje warm nu. Nu gaan we met het designpapier bezig. En dat heb ik al even gesneden. En ook dat zal ik even, want omdat het nu scheef gesneden is, moet je je designpapier dus ook scheef maken. Heel klein, heb ik een heel klein trucje voor. Ik zal eerst even noemen welke, ik begin met de kleinste. Wat de afmeting is, dat is 7 keer 11 centimeter deze. Nou, wat doe ik dan? Ik leg hem hier even op. Ik kijk eventjes van wat worden mijn randjes, want ik wil rondom wil ik nog een randje wit hebben. En dan teken ik dus alleen hier die stukjes af waar hij mijn kaartstok raakt. Vervolgens snij ik dat hoekje snij ik weg. Zoek even die streepjes op. En dan snij ik dat zo weg. Ik zal trouwens even nog wat extra licht maken. Misschien dat het voor jullie nog een beetje beter te zien is dan. Nou, nu kun je zien, nu heb ik precies die scheefte te pakken. Maar nu zit hij hieronder, zit hij strak. Wat doe ik dan? Dan haal ik hieronder haal ik nog 2 mm af. Dat zou je ook met een snijapparaatje kunnen doen. Ik doe het dus nu even zo. Dus 2 mm haal ik aan de onderkant af. Ik lees iets over dat beeld steeds inzoomt en uitzoomt. Hebben meer mensen daar last van? Ben ik wel benieuwd en of het hier aan ligt. Ik zie het zelf zo niet. Anders moet ik even de camera iets hoger doen, dat die misschien beter is. Geen last van? Ingrid wel? Niet iedereen zie ik. Nee, ja. Zal ik eens proberen om hem iets hoger te doen? Dat de camera's... Oeps, dan gaan jullie wel een beetje wiebelen, ben ik bang. Kijken of het dan beter is. Misschien dat ik iets te dicht bij werk. Hij verspringt wel. Nou, ik wacht even af of het nu goed is. Dus ik even een beetje ruimte maken. En we kijken of het nu beter is. Want dat moeten we niet hebben, dat hij steeds in en uitzoomt. Ik had hem nu iets dichter bij het werkblad, zag ik al dan het normaal heb. Dus misschien dat dat de oorzaak is. We
We gaan het even proberen. Voor degenen die er wel last van hadden, willen die even kijken of het dan nu beter is. Nou, ik ga dus even met mijn peperdistresser. Dat is de 6200-0234. Ook van Joycrafts. Een heel handig klein toeltje met een mesje erin. Ga ik even langs die randjes. En daarmee maak ik de randjes even een beetje ruw. Nou, met mijn lijmflesje met de tacky lijm. Ik zie dat het beter is nu, zei Ingrid. Fijn, dan moet dit de oplossing zijn. Nou, ditzelfde doe ik dus met de andere designpapiertjes ook. Ik heb hier dus eentje van 7 bij 12,5. Die komt op deze manier, komt hij erop. Nou, die leg ik dus ook weer zo neer. Schuif ik een beetje tot ik de randjes rondom mooi vind. Dus deze matrandjes. En dan teken ik hem hierboven, teken ik hem weer af. Gewoon even zo'n klein streepje. En dan snijd ik het van streepje naar streepje diagonaal weg. En ook hier aan de onderkant weer even 2 mm wegsnijden. Nou, fijn dat het beter is. Soms wil Facebook ook wel eens niet meewerken. Als de opmerkingen blijven hangen, Bettina, misschien even een keertje verversen. Het beeld even, even de lijven voor weg doen en even opnieuw doen. Want ik heb er zelf geen last van namelijk. Misschien even een keertje de lijf opnieuw opstarten. Nou, ook deze past dan perfect. Straks ga ik even Koala Sydney ga ik even in elkaar zetten. En op kleur brengen. Ik ga nog even een leuk trucje met de bamboe laten zien. Hoe je dat mooi tot leven kunt brengen. En we gaan ons lekker uitleven met allemaal mooie standjes uit de nieuwe collectie. Waaronder de nieuwe Narcis. Er is ook een nieuwe Narcis bloem uitgekomen. En die gebruik ik vanavond niet als Narcis. Want ik vind een Narcis bij Jungle vind ik niet heel mooi. Dus ik maak er gewoon een andere bloem van. En als je wilt zien hoe de Narcis in elkaar gezet wordt, die heb ik afgelopen zaterdag in de Friends of Joycrafts groep heb ik een live gedaan met alle artikelen van de nieuwe Joycrafts artikelen. Ja, alle nieuwe Joycrafts artikelen heb ik daarin laten zien in die live. En ook daar heb ik dus De Narcis heb ik helemaal in elkaar gezet. Dus ben je daar benieuwd naar, dan kun je die live ook altijd nog even een keertje terugkijken. Oh, fijn dat het werkt opnieuw opstarten. Oh, ik ben zo aan het praten. Ik vergeet mijn 2 mm randje aan de onderkant. Die moet er nog wel even af. Want anders dan wordt hij wat te hoog. Heb ik dat al iets opgeruwd? Beetje gokken nu. Dat heb je als je zo druk aan het praten bent en ondertussen een aantal reacties lezen bent. En dan ook nog knutselen erbij. Dan sla je wel eens even een stapje over. Ja, aan de onderkant doe ik 2 mm eraf. Klopt.
Oh, die narcis is heel mooi ook. Het is een prachtige bloem. Ik heb hem hier liggen. Nou, kun je heel leuk op je creaties gebruiken. Het is echt super gaaf. Nou, ik hoop dat het lukt, Bettina. Dat het nu wel doorloopt. En anders ligt het toch, denk ik, bij Facebook. Ik ben hier even raar bezig geweest, zie ik wel. Want ik weet niet wat ik gedaan heb, maar mijn 2 mm is hier niet goed af. Ik zei net al, ik ben aan het praten en ik vergeet gewoon wat ik aan het doen ben. Ik heb hem bij het scheve eindje heb ik hem met 2 mm afgehaald op een of andere manier. Dus dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Eens even kijken. Dat is die scheve. Weet je wat, ik pak even een nieuw papiertje. Ik snij hem even opnieuw. Want ik ben even vreemd bezig. Die andere laat ik drogen en die kan ik later nog wel een keertje gebruiken. Eens even kijken. Van deze kant. Ik snij hem gewoon even opnieuw. Want ik maak even een klein foutje. En dat maken we allemaal wel eens. 14,5 breed en 15 centimeter hoog. Dus 14,5. We doen hem gewoon even opnieuw. Want ik ben aan de verkeerde kant aan het snijden geweest. Doordat ik de reacties aan het lezen was. En dan maak je zomaar fouten. En dat moeten we niet hebben. 14,5. En dat gebeurt jullie denk ik allemaal wel eens. Bij niemand gaat het altijd in één keer goed. Zo. Praten en breien tegelijk gaat niet. Nee, praten en lezen en snijden tegelijk. Dat is ook wel eens even een dingetje. Maar we doen hem gewoon even overnieuw. Ik heb gelukkig nog een papiertje liggen. Even kijken waar mijn streepje zit. Oh, daar zit hij. Zo. En die zit daar. Kijken of deze al droog is. Zo. Nou, dit past mooi. Dan teken ik hem hier dus weer af. Doe gewoon nog even een extra rondje. En dan de streek eraf. Dit stukje. Voor de zekerheid even een keertje passen. Kijk, nu zit hij goed. En nu moet ik hier aan de onderkant 2 mm eraf doen. Nou, dan moet dat nu wel goed komen. Ja, ik gebruik ook heel vaak weer mijn mesje en de liniaal hoor. Soms ook, dan wil ik niet in één keer alles doorsnijden, gewoon een hoekje eruit. Nou, dan is het met snijapparaat is het altijd even zoeken. En dan vind ik het wel handig om even met mesje en de liniaal. En iedereen die heeft dat gewoon in huis. Dus daarom is het ook wel leuk om die manier ook het gewoon weer eens een keertje te gebruiken. Hij past gelukkig. En die andere die laat ik drogen. En dan kan ik altijd wel weer stukjes uitstansen. Stukjes als laagje in mijn kaartjes gebruiken. Dus het papier is niet weg.
Het enige nadeel om met een mesje in de liniaal te werken tijdens een live is dat de camera eigenlijk precies boven mijn handen hangt. En daarmee zit ik eigenlijk mezelf in de weg als ik dat wil opmeten. Kijk, deze is al klaar. Nu heb ik nog eentje voor de achterkant gesneden. Een stipje van 12,5 bij 7. En waarom doe ik dat? Omdat als je hem zo dicht hebt, dan komt dit witte, dan ben je dat witte kwijt. Dus die doe ik alleen, die andere flappen laat ik gewoon wit. Alleen deze doe ik dus wel even beplakken. Nou, ook dat teken ik weer even op deze manier af. Twee millimeter aan de onderkant niet vergeten. Niet dat je dat ziet, maar daartussen. Maar dat heb ik bij de rest ook gedaan, dus dan doe ik dat hier ook. En ook deze bewerk ik even ietsjes met de peperdistresser. Gebruiken jullie die zelf ook veel? Trouwens, was ik wel nu benieuwd naar. Of beïnkten jullie liever? Of helemaal niet? Nou, deze die komt hier mooi achter. Kijk, dan komt dat stukje komt er mooi tussendoor gepiept. Dat is, maakt het gewoon even af. Nu hadden we dus hieronder hadden we een strook van 6 centimeter afgesneden. En die komt hier dus zo voor langs. Dus dan wordt de brede kant, die heb ik eigenlijk zo heb ik hem afgesneden. Ik draai hem een kwartslag om. En dan heb ik de brede kant hier. Kijk, dan komt die zo en dan komt deze komt zo. Dus dit wordt een bergvouw en dit is dus een dalvouw. Ik kreeg laatst van iemand de vraag van wat is een bergvouw, wat is een dalvouw? Nou, de bergvouw, als je hem zo houdt, nou ja, kun je wel zien, is het een bergje en dit is een dalletje. Nou, die plak je dus hier zo voorlangs. Gewoon op je kaartstok over je designpapier heen. Doe ik even met de tacky tape, omdat die toch wel regelmatig open en dicht moet. Vind ik dat wel fijn om dan even met tacky tape te doen. Ik zet hier even een heel klein streepje, zodat ik weet wat binnen mijn kaartstok valt. Want het is wel handig om hier eventjes de tacky tape gewoon op mijn designpapier te plakken. Nou, ik gebruik zelf de paper distressor steeds vaker, Ingrid. Ik vind het wel een mooi stoer uiterlijk hebben. En dan komt het witte, als er wat wit in het design zit, in het designpapier, dan komt het witte binnenlaagje, komt dan ook weer wat naar voren. Dat vind ik op zich vind ik dat altijd wel leuk. Even deze eraf prutsen. Dat is toch altijd wel even. Dit zijn van die leuke statische. Die rode tacky tape. Die hebben eigenlijk wat statische velletjes. Met name als je kleine, hele kleine stukjes hebt. Dan is dat wel eens even prutsen om dat van je vingers af te krijgen. Die doe ik zo. En deze doe ik hier de tacky tape op.
zich zijn twee strookjes ook wel genoeg. Ik heb net drie gedaan, maar heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Want het zit toch vast als een huis. Nou, dit is dan ook wel een handige tool, de Double End Pick Tool. En dan kun je daar heel mooi bij tussen komen. Nou, die plak ik hier mooi op. Dan heb ik de basis van mijn kaartje klaar, maar ik moet hier zo meteen nog van alles in doen. Het dessertpapier doe je gewoon, meet dit op, want je zou dus ook smaller kunnen doen. Ik heb hier dan 6 centimeter gedaan, maar je zou ook smaller kunnen doen of twee strookjes kunnen doen. Daar kun je gewoon echt even mee spelen met dit model. Ik heb dit dessertpapier 5,5 bij 14,5 gedaan en die andere stukjes 5,5 bij 7 centimeter. Maar je kunt echt spelen met dit, met dit strookje hier voor langs. Ik heb ook al een voorbeeldje ergens gezien op Pinterest. Hadden ze twee strookjes van 1,5 centimeter bijvoorbeeld. Dat is ook heel erg leuk. Ja, hij is erg makkelijk, die tool. Gebruik hem... Ze noemen hem ook wel eens de tandartsstoel. Want er zit echt zo'n mooi haakje aan. Maar hij is echt ideaal om dingetjes ergens, om tapejes eraf te halen of dingetjes los te maken. Nou, hier gebruik ik het stipje voor. Om het een beetje eenduidig te houden, doe ik die hele rand met... Met de stipjes, want dat is gewoon iets rustiger dan dat je allemaal verschillende papiertjes gebruikt. Omdat ik straks de drukte natuurlijk creëer met de bamboe en met de koala en de bloemen. Die komt daarop. Nou, en dan het laatste stukje nog. Ja, de tandartsstoel. Ja, klopt. Heb ik ook wel gehoord dat mensen hem zo noemen. Nou ja, zo ziet hij er ook wel een beetje uit. Met het haakje. Nou, het laatste stukje erop. Nu heb ik twee strookjes gesneden van 12,3 breedte en 1,5 centimeter hoog. En ik heb hem van beide kanten op 2,5 centimeter gerild. Ik heb eentje al voorgerild. En deze doe ik dan nog eventjes. Dus van beide kanten 2,5 centimeter. En de hele strook is 12,3 centimeter hoog. 2,5. En hier ook 2,5. Het korte strookje doe ik maar gewoon op één keer. Eén streepje. Doordat ik dit hier uitlijn met mijn liniaal, weet ik altijd dat mijn strookje recht is. En ook hier gewoon uitlijnen op je papiertje. Nou, en vervolgens vouw je die om. En dat is even... Ik hoop dat dat een beetje zichtbaar is zo. Is dat misschien een beetje lastig voor jullie om te zien. Maar je plakt hem dus op deze manier ertussen. Ik heb het nu van wit kaartstok gedaan. Maar als je het mooier vindt, zou je hem eventueel ook met designpapier kunnen doen. Ik pak even zo'n tissue tape rondje. Nog wel eentje op. Die zijn ook erg handig. We hebben ze in twee verschillende maten. In 1 mm en 15 mm. Dus 1 centimeter. En even kijken. Ja, deze zijn
15 mm, dus dan 1,5 centimeter. Zoals je kunt zien, kun je heel gemakkelijk hier de lipjes er weer afhalen. Dus dan heb je die dubbel end pick tool heb je niet eens nodig. Doordat er hier zo'n klein lipje aan zit, kun je gemakkelijk omvouwen en trek je er zo eenvoudig af. Ook erg gemakkelijk als je bijvoorbeeld van tevoren een bloemen maakt. En dan plak je gewoon zo'n stickertje achter je bloemen. Dan heb je alvast, dan is het eigenlijk alvast een plakbloem. Dan hoef je alleen maar dat stukje dat velletje eraf te halen. En vervolgens op te plakken. Even kijken. Ik vouw hem hier even om, zodat ik hem eerst hier in het hoekje even doe. Ik moet even een beetje van me afwerken, dus dat werkt een beetje lastig. En zo even recht. Plak je hem zo vast. Hoop ik dat hij, dan heb ik de tacky tape niet gedaan, want deze tape, zolang hij nog niet helemaal gedroogd is, kun je nog een beetje schuiven. Als ik die tacky tape nu had gebruikt, dan zat hij gewoon echt direct helemaal vast. Nou, dit andere strookje doe ik op dezelfde manier. Doe ik ook even twee van die kleine rondjes op. Ik denk dat het wel lastig voor jullie te zien is hoe ik dit er zo in plak. Als het moeilijk te zien is, dan moet je het even zeggen. Dan ga ik het zo meteen nog een beetje anders proberen, een beetje anders omdraaien. Dus zeg het gerust. Nou, deze, die plak je daar dus zo tegenaan. Dus er niet achter, of tenminste, ik zal hem even zo draaien. Misschien kunnen jullie het zo goed zien. Heel lastig om te laten zien. Kijk, die plak je er dus zo tegenaan. Ja, is goed te zien. Fijn. Deze lipjes er weer af. En deze plak je er ook zo achter. En wat heb je nu bereikt? Nu heb je gewoon echt twee extra dimensies in je kaart. Dus je kunt daarmee dus de volgende diepte creëren. Dan kun je echt heel mooi met bloemen zou je bijvoorbeeld ook. Als je echt een mooie bloemenkaart wilt maken. Dan kun je hier gewoon allemaal bloemen doen. In verschillende lagen. Zodat je echt die diepte creëert. Dat is dus eigenlijk is dat de basis van de kaart van vanavond. Ik zal even een beetje ruimte maken. Even mijn sniepsnaren aan de kant. En dan ga ik de stansjes erbij pakken. Ik begin allereerst met de nieuwe grasrand. We hebben echt een hele leuke no-end border grasrand gekregen. Even deze nog aan de kant, zodat ik een beetje ruimte heb. En de grasrand, dat is deze. No-end grasborder. De 6002-1622. Zoals je kunt zien is dat gewoon echt een heel fijn gedetailleerd grasje. En aan de onderkant zit dus geen snijrand. Waardoor je dus kunt spelen met de hoogtes van je gras. Dus als je hem uitstanst op zo'n lange strook. Nou, dan kun je gewoon die strook groen kun je aan de onderkant gewoon houden. Je zou hem ook als rand zo op je kaartstok kunnen doen bijvoorbeeld. Ik ga hem hier nu gebruiken. Ik knip hem zo meteen even in twee in deze. Omdat hij net niet lang genoeg is. Alhoewel, hij is wel lang genoeg. Ik dacht, hij redt het net niet, maar hij redt het inderdaad wel. Dus ik ga deze zo op mijn designpapier plakken. En die plak ik gewoon alleen maar op het onderste randje vast. En waarom doe ik alleen het onderste randje? Dan blijft dit bovenste blijft mooi wat los zitten. En dan kun je er ook nog weer wat achter steken. Dan kun je weer een bloemetje bijvoorbeeld of
een bamboestam of zo kun je er weer achter steken. Even vasthouden. Die weer even goed droogt. Even een slokje water tussendoor. Het is hier vrij warm, dus vrij dorstig. Deze doe ik even in tweeën. En die knip ik hier even door. Beetje mooi, dat hij een beetje mooi doorloopt. En die plak ik dus hierop. Ook op dezelfde manier. En hier nog een randje. Nou, en datzelfde doe ik dus ook hier binnenin. En daar doe ik hem ook even dubbel. Dat past precies. En dan plak ik die dus even in twee laagjes plak ik die op. Ik doe eerst even eentje aan de bovenkant. En dan doe ik die andere doe ik daar wat scheef onder, zodat het helemaal groen is met gras. Want het is gewoon echt een hele leuke grasrand. Doordat al die, die streepjes erin zitten, gesneden, al die lijntjes, geeft dat gewoon een heel leuk effect. Gewoon alleen aan de onderkant even een dotje lijm. Nou, dit is dus even een klein priegelwerkje. Dit is een priegelwerkje wat jullie denk ik niet heel goed kunnen zien. Ja, mooi is het papier, hè? Dat is dat Bambo Jumbo. Ik vind het zo'n leuke naam. Bambo Jumbo papier is het. Mooie kleurtjes. Lekker, lekker jungle-achtig. Nou, ook hier doe ik dat eventjes. Ik laat jullie zo zien wat het resultaat is. Kijk, dan krijg je een heel leuke diepte in je gras. Zo. En we aan de onderkant spieken. Eventueel, bedenk ik me nu, zou je het gras er ook op kunnen plakken voordat je de strookjes in je kaart plakt. Was misschien iets handiger geweest. Kijk, nu heb je al heel mooi doorkijkje. De grassprietjes komen al mooi hier bovenuit. En je zou bijvoorbeeld nog wel hoger gras kunnen maken, maar dan moet je dus die onderkant... Die moet je gewoon langer houden en dan kun je dus hoger gras maken. En weer dichtvouwen, openvouwen. Dan weet je dat alles goed ter plek zit. Dan heb ik alvast even een cirkeltje uitgesneden. En ik heb het designpapier at the zoo. En daar zit deze mooie olifant in. Bij het voorbeeldkaartje die ik hier gemaakt had... zat de tijger in. Ook erg leuk. Maar ik vond deze nog wel zo leuk. Omdat die net iets rustiger is. En At the Zoo, dat zijn labelvellen. Dat is 60110413. En daar zit dus, zoals je kunt zien, zit daar een knipvel bij. Ik ben met mijn laatste bezig. Ik heb de leeuw nog en ik heb het nijlpaardje nog. Maar er zit dus nog een... kijk, ja, die leeuw heb ik nog. Er zit nog een hele leuke aap bij. Een zebra met een zonnebril. En die olifant die ik dus nu gebruik, en dit is die tijger die ik al gebruikt heb. En dan zitten dus ook nog allemaal van die leuke knipplaatjes in. Waarvan ik dus eentje heb uitgeknipt en hier dus Roar heb gebruikt. Maar dat zou je hier bijvoorbeeld ook dit stukje uit kunnen knippen.
Dus ik weet nog niet wat ik hier straks op ga gebruiken. Of dit stukje uitknippen als je zo'n rondje wilt. Maar gewoon even kijken wat past qua kleur een beetje bij, ja, bij het Mambo Jumbo papier. En Monkey Round, nou dat past qua tekst er niet helemaal bij. Maar je kunt Wild and Crazy bijvoorbeeld wel. Die zou er wel heel mooi bij kunnen. Zo kun je dus deze lijnen ook met elkaar combineren. Dus heb je deze nog liggen, het is al wat een oudere lijn, dan kun je hem altijd erbij gebruiken. Er is dan ook bijpassend designpapier bij At The Zoo. Ik gebruik dus nu hier het olifantenplaatje. Had ik al even uitgeknipt. Nou ja, gewoontegetrouw ga ik ook hier eventjes bij langs met mijn toeltje. En dan wordt het tijd om de bamboescirkel erbij te pakken. Zo, die komt er zo meteen zo op. En dat is deze. En die heb ik ook al even meerdere keren uitgestanst. Ik zal even een stansje nog even pakken. Dat is deze. De bamboescirkel. 6002-1629. Alle producten staan als het goed is ook al gelinkt in de webwinkel. Je hebt dus zo'n krantjesstansje uit. Ik heb ook even stukjes uitgestanst. Want het is ook een hele leuke stans om nou ja, bijvoorbeeld met kleine stukjes te werken. Je hoeft hem ook niet alleen voor de Bamboo Jumbo te gebruiken. Maar, of tenminste voor de koala's en dat te gebruiken. Maar je kunt hem ook heel mooi als blaadjes achter een bloementoef doen. Dus wat dat betreft een heel mooi veelzijdig malletje. Ik pak er hier nu even twee. En die wil ik om een plaatje hebben. Zo. En een tissue tape rondje voor mijn olifantenplaatje. En daar hoef ik maar twee van. Zoals je ziet knip ik ze ook wel eens in twee. En dan heb ik maar een helft nodig. En dan knip ik hem bijvoorbeeld in twee. En dan kun je er ook nog, ja, kun je er nog langer mee. Werkt echt ideaal. Je trekt er heel gemakkelijk die lipjes af. En het is klaar. Even kijken. Die moet een beetje zo, dacht ik maar. Want anders zien we straks. Ik kan nog wel iets aan de kant. Anders zien we straks de koala's niet meer. En dat is toch eigenlijk wel de bedoeling. We hebben ook nieuw. Sinds kort het mulberry groen. Jullie hebben me vaker al zien werken met het witte mulberry. Dit is het groene mulberry. Is ook erg leuk. Als je het bewerkt met water en helemaal uit elkaar trekt. Dan krijg je gewoon echt heel mooi vezel. En dat is de 8010002. Naast het witte hebben we dus nu ook de honing. Ook een erg mooi kleurtje. Dat is de 8010004. En deze hadden we al. En dat is deze bruine. En dat is de 8010003. Dat is gewoon echt leuk spul. Om, ja. Kijk, dit is dan de witte die ik normaal altijd gebruikte. Ja, het is gewoon echt super leuk spul om achter een plaatje, achter een bloementoefje te verwerken. Net zoals bijvoorbeeld op dit kaartje. Heb ik het ook achter de Angel Mall gedaan. Ja, dat is dan die groene. En dat geeft gewoon een heel mooi effect. Nou, ik doe hier dus ook wat achter mijn plaatje. Daarom heb ik het plaatje maar met twee plakketjes vastgedaan. Want dan kan ik nog even een beetje schuiven en kijken van wat wil ik. En hij zit vast genoeg met die twee plakketjes. Ik vind hem hier nog iets te... Kijk, je trekt het heel gemakkelijk uit elkaar. Ik vond hem daar nog iets te dik. Want anders zie ik mijn papiertje niet meer en dat wil ik ook niet. Je kunt er ook stukjes achter doen. Doe ik nu eventjes. En zometeen even een klein drupje lijm erachter en dan blijft dat wel zitten. Nee, alles is los te bestellen in de webwinkel. Ik denk niet dat, tenminste weet ik niet zeker. Maar in ieder geval is alles los te bestellen. Ik weet niet of Janine er nog een pakket van wil maken.
Kijk, qua kleur past die groene ook heel mooi bij het designpapier. In ieder geval aan deze lijf in de webwinkel staat, als het goed is, staan al deze artikelen al gelinkt. Ik heb er nog niet naar gekeken of dat al gelukt was. En anders dan komt dat zeker morgen nog wel. Nou, doe dus gewoon eventjes een klein dotje lijm hier zo tussen. Je zou ook zo'n tissue tapeje er nog tussen kunnen doen als je wilt. Dan deze eromheen. Nou, die doe ik eventjes op mijn matje. Het is zo'n flower shaping matje is dat. En dan ga ik even met een embosstoel hier en daar even een blaadje, even gewoon een drukketje geven. Ik duw er gewoon een beetje op. Dan vouwt hij al een beetje om. Dat doe ik dan aan de achterkant. En dan draai ik hem om. En dan doe ik gewoon hier en daar even een drukker op het takje. Zodat er wat beweging in mijn takje komt. Je kunt het verschil zo al wel zien. Dit is die ik al bewerkt heb. En die is gewoon plat. Ik vind het altijd mooier dat zulke takjes en blaadjes en bloemetjes altijd even een beetje speels op een kaart komen. Andere kant even. En ook hier weer op het takje. Zo. Hier en daar doe ik even gewoon een dotje lijm. Pas ik hem een beetje aan de grootte van mijn plaatje. Dat is het mooie, dat het gewoon een dun takje is. Die kun je wel een beetje ombuigen. Dankjewel Bettina, super. Je hebt hem al gevonden in de webwinkel. Dank je voor het delen. Ja, alleen dat takje doet het al, hè? Echt superleuk. Deze doe ik er ook gewoon op. Die laat ik nog ietsjes meer verspringen. Niet dat hij er exact op komt. Al een beetje versprongen worden. Een beetje aan de zijkant eventueel. Ook niet te veel, want anders dan valt mijn mulberry weg. Nou, dat kan ik straks altijd nog een beetje aantrekken. Ik denk dat ik er sowieso wat te zuinig mee ben geweest. En anders dan plakken we er straks gewoon nog wat bij tussen. En zo. Hier nog even een beetje lijm onder. Dus dat moet je gewoon echt even kijken van puntje voor puntje even vastzetten. Totdat je het mooi vindt. Hier moet ook nog wat lijm tussen. Deze nog even vast. Je kunt nog even een blaadje omvouwen als je wilt. Zo. Nou, dat lijkt wel heel leuk. Vervolgens wil ik de bamboetakken bij hebben. Dus dit was de bamboescirkel. En dan hebben we ook nog de bamboetak zelf. En dat is de 6002-1628. Dat zijn van deze lange stokken bamboe. En die heb ik even bewerkt met inkt. En dat ga ik jullie even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Maar op deze manier, want je stanst hem gewoon uit groen uit. Maar op deze manier krijg je gewoon echt heel leuk een wit waasje erop. Dat wil ik jullie even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik heb hem dus uitgestanst
vervolgens geëmbost. En wil je hem niet in de machine embossen, dan zou je hem eventueel ook altijd nog aan de achterkant kunnen bewerken met gewoon een embosstool. Dan embost hij ook al. Op deze manier. Dan leg je hem met de goede kant naar boven. En ik heb hier de Brilliance Moonlight White gebruikt. En gewoon een beetje aan je inkblending tooltje. En dan smeer je dat over je malletje heen. Dus je beinkt gewoon het papier in het malletje. En dan krijg je dus dat mooie echte bamboe effect op je takken. Nou, en als je me dan uitdrukt, even voorzichtig, want er zitten allemaal kleine zijblaadjes aan. Kijk, dan heb je dit mooie effect. Je zou hem bijvoorbeeld ook uit kraft kunnen stansen als je dat mooi vindt. En dan ook met donkerder kraft kunnen, of met walnut steen bijvoorbeeld distress inkt kunnen bewerken. Nou, dan krijg je ook dat mooie effect. Nou, er zitten dus ook nog twee kleine losse blaadjes bij die je dan weer kunt opbouwen. Hier bijvoorbeeld op, als je denkt van nou, ik wil hem toch nog iets meer tot leven hebben, dan kun je dat ook nog wat opbouwen. Dat is de bamboetak. Nou ja, daar heb ik verschillende uitgestanst. Erg leuk om te gebruiken. Nou, die plak ik hier gewoon zo wat bij langs. Ik pak even de Paper Blossom Lime. Die mag er maar voor mij wel een beetje achter dat blaadje. Ik plak ook alleen de onderkant vast zoals je ziet. En dan kun je later nog altijd, je kunt altijd meer vastzetten. Je kunt het niet weer loshalen. Dus je kunt altijd zeggen van later van, oh ik wil nog wat vast hebben. Dan kan dat altijd. Deze. Zo. Nou, dan heb ik op mijn voorbeeldje, heb ik hier dus allemaal bloemetjes gebruikt. En die heb ik dus met de narcissus gedaan. En dit is dus de nieuwe Narcissus, een Little Happiness Daffodil is dat. Dat is een 6002-1513. En dan heb je een steeltje, twee blaadjes, zoals je kunt zien. En de mildraadjes, een hartje en twee bloemetjes. En ik heb nu alleen maar de bloemetjes in wit uitgestanst. Dus uit het witte kraft, waar ik ook de basiskaart mee heb gemaakt. Daar heb ik dus ook mijn bloemetjes uitgestanst. En ja, die leg ik dus op de kop. Zoals jullie onderhand wel weten. En dan vorm ik die blaadjes even een beetje zo. Hier krul ik wat op. Ik doe er nu even twee. Of tenminste voor twee bloemetjes, dus vier blaadjes. En zo kun je zelfs met een narcis kun je ook weer een andere bloem maken. Want het is gewoon een heel mooi model bloemetje. En zo. Die twee kunnen wel weg. Dan leg ik die aan de kant. Een dotje lijm eronder. En dan gewoon een beetje verspringend opplakken. En je zou er zelfs nog meer blaadjes in kunnen doen. Of nog iets in het hartje kunnen doen. Dat doe ik zo meteen ook eventjes hier. Hij is gewoon heel erg leuk, dit bloemetje. En zo heb je gewoon met éénzelfde bloem, hè, kun je gewoon meerdere maken. In het hartje doe ik deze tak met besjes doe ik daarin. Even kijken welk
artikelnummer, dat is... Oh, dat weet ik zo niet. Hij staat als goed is wel gelinkt in de webshop. Dus dit zijn de artificial flowers, zijn dit. En dan is het het natuurtakje. En daar zitten gewoon echt allemaal kleine, ja, soort piepschuimbolletjes zitten erop. En dan met een tangetje knip ik daar gewoon even een stukje af. Je zou ook de hele tak kunnen gebruiken ergens achter. Ik vind het altijd wel leuk om een paar te gebruiken. En die doe ik dan als hartje in het midden. En dat is, ja, ik weet zo niet het nummer, want dit is de 6370078. En dan is dit ook ergens 6370077 of zo. Ik weet niet precies het exacte nummer. Mocht je het willen weten, zet het er even in, dan laat ik dat nog even weten. Nou, die bloemetjes die kunnen hier mooi bij. En het is dus eigenlijk een narcis, maar ik heb er nu gewoon een hele andere bloem van gemaakt. Straks vorm ik hem nog wel iets beter als hij helemaal droog is. Dus ik wil nu natuurlijk wel weer heel snel. Normaal laat ik altijd de bloemen even een poosje drogen en dan pas verwerk ik ze op mijn kaart. Zodra je begint te plakken, dan heb je wel kans dat de bloem een beetje verschuift. Deze pak ik er ook bij. Dat was dus de 6370078, de Artificial Flowers. En dat zijn gewoon hele leuke ivoorkleurige bloemetjes. En die... Er zit zo'n pareltje achter zit daarin. Dat geeft altijd wel een heel leuk effect op je kaart. Die plak ik daar nog mooi bij. Een beetje draaien, zo. Oeps. Deze hier. Maar mochten er vragen zijn, stel ze gerust hoor. Ik lees even terug. Is het toch nog ergens nuttig voordat ik de opmerking ga lezen? Ja, dat is heel handig, Bettina. Daar ben ik heel blij mee. Dan kun je mooi... ja, ik vind het heel fijn dat je even meehelpt. Even kijken waar ik hier nog eentje wil. Doe ik aan deze kant. Een beetje uit elkaar vouwen. Daar nog zo'n mooi bloemetje. Geeft al een heel leuk effect. We hadden het over een rondje. Nou, ik kan straks wel even kijken. Hier wil ik dan dus nog een tekstje zoals ik hier heb gedaan. Heb ik uit de Ette Zoo gedaan en een tekstje. Nou, die wil ik hier dus ook nog. En bij dit voorbeeldje heb ik dus nog losse stukjes van die bamboekrans. Heb ik nog losse stukjes erachter gedaan. Maar dat doe ik straks even, of later even, als de hele kaart klaar is. Dan kijk ik nog even waar nog iets bij moet. Ik wil nu beginnen met mijn bamboe aan de binnenkant. En met mijn koalatjes. Dat zijn hele schattige koalatjes. Ik zal even weer wat ruimte maken. Ik bouw natuurlijk weer alles om me heen. Ik had al even een koalatje vooruit gemaakt. En deze heb ik gemaakt met het fluweelpapier van Joy. Dat is ook erg mooi papier. Ik zal het er even bij pakken. Dat is dit. Helaas kunnen jullie niet zien... hoe zacht dit is. Maar het is gewoon echt aaibaar papier. Er zit een plaklaagje achter. Dus je kunt er een,
Er zit een soort stickervelletje achter, zoals je kunt zien. Dus het kleeft ook iets. Ik gebruik vaak toch nog wel een beetje lijm erbij. Maar het kleeft wel iets. Dus dat is wel, wel mooi om het erop te leggen. Dan verschuift het allemaal niet. Het, zoals je ziet zijn dit echt hele mooie kleurtjes. Dit zijn de warme kleuren. Dat is de 8011004. En dat is dus het fluweelpapier. En daar heb ik dus deze ook uitgestanst. Nou, is het geen schatje zo? Ook die kleine heb ik zo uitgestanst. En ja, daar kun je gewoon heel leuke creaties zo mee maken. Ik zal jullie laten zien vanavond hoe je hem op kleur brengt. Want het stansje bestaat echt uit heel weinig onderdelen. Je moet het even los knippen hier in het midden. Deze zitten dus nog vast. Dus knip even hier los met zo'n tangetje. En deze zou je wel aan elkaar kunnen zitten. Maar dit hier in het midden en deze, dat moet je eruit halen. Dit zijn de oortjes van de kleine. En dit is het staartje van het kleine kwaletje. Dit zijn de oortjes van de grote kwalen. Dit is het staartje daarvan. Nou, dit is dus het hoofdje en dat is het lijfje van de koala van de kleine. Dit is het lijfje en het hoofdje van de grote. En dit zijn dan de oogjes. Dus dit zijn de grote oogjes en dit zijn die van de kleine. Dit is het kleine neusje en dit is het grote neusje. Meer is het eigenlijk niet. Dus echt heel eenvoudig. Ik pak even mijn mat erbij. En een grijs dauwtje. En ik gebruik hiervoor de Distress Oxide Hickory Smoke. Je kunt het ook met gewone distress doen. Ik had toevallig deze in de buurt liggen. Dus, en deze past wel heel mooi. Dus vind ik wel een heel mooi koala kleurtje. Nou, deze manier. Veeg je dit gewoon helemaal. Beïnkt je dit. Een beetje een ronddraaiende beweging. En dat doe je dus ook met het lijfje. Normaal heb ik mijn blendingmatje eronder liggen. Dat blendt wat mooier dan op mijn snijmat, merk ik wel. Maar die ligt hier nu niet binnen handbereik. Dus vandaar dat ik het nu even zo doe. Nou, ook dat kleine kwaletje doe ik even op deze manier. Ik zal even een ander papiertje eronder leggen, want ik wil niet op mijn, goed op mijn snijmat op een of andere manier. Nu wil hij beter. Even de sticky pigtail erbij. Dat is echt een heel handig toertje waarmee je kleine dingetjes op kunt pakken. Nou, zoals je zo meteen bij het in elkaar plakken wel zou kunnen zien. Die heb je gewoon echt hierbij nodig. Want met name die oogjes van deze baby koala. Die zijn gewoon echt pietpeuterig klein. Die je gewoon anders gewoon echt niet op kunt pakken. Zo, nou, dat is een mooi lichte koala geworden. Die aan de kant. Nou, doe ik gewoon met mijn lijmflesje aan de onderkant van mijn koalatje, aan het gezichtje. Doe ik even een klein dotje lijm. Klein beetje maar. En dan plak ik hem op. En ditzelfde doe ik dus ook met het kleine koalatje. Ik zit even ondertussen de reacties te lezen. Adini zegt van ik vind hem zo mooi. Die andere vind ik persoonlijk te druk. Daar hou ik niet echt van. Ik vind deze ook erg leuk.
Je hoeft er ook niet over na te denken hoe die in elkaar moet. Het is gewoon erg simpel. Als je er één keer weet hoe die moet, dan is het zomaar klaar. Ik doe even een beetje lijm aan het neusje. En hij komt al wat tot stand, zoals je ziet. Ik pak nog even mijn matje erbij, of tenminste mijn kliedervelletje even. En dan, want dan wil ik de oortjes, die heb ik gewoon uit wit gestanst. Ik heb het trouwens uit het gewone witte kaartstok, waar ik ook de basis mee gemaakt heb. Uit het witte kaartstok, daar heb ik dus deze koalen ook uitgestanst. Daar gebruik ik erg veel voor mijn stansjes. Kijk, dan doe ik even met een copic marker. Maakt niet uit wat je hebt. Kan ook gewoon met distress ink. Maar deze had ik mooi in die kleur. Maak ik die beetje, ja, wat rozig. Ook daar even een klein dotje lijm op. En die Sticky Pick Tool, dat is het 6200007. Het artikelnummer. Ik denk dat velen van jullie hem ook al wel kennen. Maar hij is gewoon echt onmisbaar bij zulke kleine priegelwerkjes. Eigenlijk bij alle monamietjes kun je die heel goed gebruiken. Ook deze oortjes. Het is ook een mooi ontspannen werkje om dit te doen. Hele koala-familie in elkaar te zetten. Zo. Even kijken, heb ik hier nog een neusje van de baby koala. Nou, zoals je ziet, als je dit gewoon met je vingers wilt oppakken, dan heb je gewoon echt heel veel prutswerk mee. Kijk, de achterkant van mijn Sticky Pick Tool, daar positioneer ik hem nog een beetje mee. Nou, nu beginnen we dus met het hele kleine werk. Nou, ik weet niet of jullie hem überhaupt kunnen zien. Dat hele kleine puntje, dat is dus het oogje. Oeps, nu zit er eigenlijk al te veel lijm aan. Gelukkig droogt het transparant op. Oeps, oké, daar zit hij al. Iets verschuiven. En nu het andere oogje. Oeps. Ja, zo zit hij goed. Hij zat omgedraaid. Ook daar een mini drupje lijm aan. En dan op zijn plek. Nou, dan is hij schattig, of niet? Het kleine staartje er nog even achter. Dan doe ik een klein beetje op het staartje. Ik weet trouwens niet eens wat voor kleur staartje ze hebben. Ik maak hem maar wit. Vind ik wel grappig. Deze doe ik zo. En die is nu te zwaar nu die helemaal in elkaar zit. Zo. Nee, het is het is heel rustig inderdaad op de chat. De opmerkingen staan niet stil, maar het is echt heel rustig. Volgens mij zit iedereen heel ingespannen te kijken naar hoe Sydney tot stand komt. Nou, deze draai ik ook eventjes om. Hoppakee. Nou, die zijn al wat groter, maar echt die kleine die is echt super. Oeps. Zoals je ziet, als ik hem nu wil pakken, dan wordt hij gewoon echt bijna onmogelijk om vast te pakken. Dus ik duw hem er mooi weer even op. En het laatste oogje nog. Ja, leuk zei ze, hè? Nou, om hem dan nog extra wat uitdrukking te geven, dan pak ik altijd de Jelly Roll Pen. En ik doe eerst de kleine wel eventjes, want die is al
wat langer drogen. Gewoon even de oogjes. Klein dingetje op een neus. Oog, open oortjes. Hier nog een klein. Gewoon even die kleine accentjes aanbrengen. Ook hier. Gewoon even eentje zo. Upsakee, oh, zo'n kopje. Witte stipjes op. Nou, hier vind ik het ook wel leuk. Dus dat moet je gewoon echt even durven. Probeer gewoon even. Je zou eventueel ook nog die pootstreepjes, teentjes kunnen tekenen. Dat is ook wel heel erg leuk. En ook hier moet dat nog even. Dus hier gewoon even een wit stipje. En dit is dus uit het zwarte fluweelpapier gedaan. En dit uit het grijze. Nageltjes even. Volgens mij hebben ze best wel nageltjes, die koalatjes. En de inimini nog. Ik ga ze ook allebei erop verwerken. Dat vind ik wel leuk om met twee verschillende kleurtjes koalas te werken nu. En dan is het een kwestie van takjes plakken. En die kun je hier mooi tussen steken eventueel. Daardoor heb ik dus het grasrandje, ook die binnenste, alleen aan de onderkant vastgeplakt. Want kijk, nu kun je gewoon het ertussen steken. En het mooiste daarvan is, probeer gewoon eerst hier en daar wat tussen te steken. En als je straks tevreden bent, dan kun je ook altijd nog dat je hem dan pas vastplakt. En hier ook. Kleed hem gewoon eerst even aan. Hier nog een kleintje. Die kan bijvoorbeeld wat deze kant wat op. Maar steek ze er gewoon eerst even een beetje tussen. Je kunt er ook voor kiezen dat je gewoon even een stukje eraf knipt. En dan die voorste rij, dat je die dan wat korter maakt. Op deze manier. Heb ik nog zo'n korte, want ik had nog een reststukje over. Kwam hij net niet helemaal, dat was deze. Kon net de hele stans niet uit. Ik denk, maakt niet uit. Dan doe ik aan de onderkant gewoon iets korter. Want dan kan ik hem daar nog weer betussen doen. Nou, dan heb je al een heel oerwoud, zoals je ziet. En daar kun je dus heel mooi die koalatjes inhangen. Dus even een... Kijk, later plak ik het wel even vast, maar gewoon even voor de layout. Bijvoorbeeld er zo wat tussen. Dan moet hij net iets meer deze kant op. Nee, kleine donkere heeft inderdaad geen staartje. Dat zag ik ook net. Ik zal even kijken of ik hier nog een staartje heb. En anders dan moet ik even, dan denk ik dat hij zijn staartje verloren is. Kijk, het is wel heel erg grappig. En dan kun je dus... Ik plak ze nu nog niet vast hoor. Ik ga gewoon even prutsen. Dat is pas, plak ze pas vast als ik tevreden ben. Van die cirkel heb ik dus de uiteinden. Dat is gewoon echt een heel mooi takje op die manier. Dus die heb ik ook even uitgestanst. Dus gewoon uit kleine reststukjes wat ik normaal wat ik over had. En daar kon niet het hele cirkeltje meer uit. Maar dan kun je gewoon een stukje stansen. En als je die dan aan de achterkant ook even zo bewerkt. Op deze manier. En dan kun je die er dan ook nog weer wat tussen steken. Eventueel nog iets achter de bamboetak haken. Kijk, dan krijgt het nog iets meer volume. En dat heb ik bij dit voorbeeldje ook gedaan. Daar heb ik dus nog een bloem gedaan. Ik denk dat ik dat hier zo meteen ook nog, of tenminste, ik maak hem morgen even af. Maar dan doe ik ook even zo'n bloem en daar doe ik dan nog zo'n bamboetak. Dan kan hij zich een beetje verschuilen.
Dus nou, op die manier bouw je dus heel mooi je bamboe wereld, je jungle bouw je op. Ik hang ze er nu even een beetje los in, maar dan weet je wat de bedoeling is. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld ook nog eentje doen, dat is ook erg leuk. In plaats van, het is allemaal aan de binnenkant. Ja, je kunt natuurlijk zoveel van die beestjes stansen wat je maar wilt. Je hebt ze zomaar in elkaar, zoals je wel kunt zien. En ja, op die manier krijg je gewoon echt een heel leuke kaart. Dus daar ga ik me nog even rustig op uitleven. Ik adviseer wel, steek het gewoon eerst even tussen je grasrandje. En dan kun je later, als je denkt van, oh ja, zo vind ik het het mooiste. Als je je kwadertjes in de bamboes hangen, dan kun je dan altijd nog even hieronder. Dan pak je ze stuk voor stuk er even uit. En dan doe je daar onder gewoon een klein dotje lijm. En dan duw hem weer in het grasrandje. En dan... Daar heb je zo'n heel mooi kaartje. Deze kleine die krijgt straks nog even een staartje van me. Want die is een staartje verloren. Oh ja, en dit zal ik nog even laten zien. Je kunt dus, als je deze tak uitstanst, dan komen er dus ook allemaal van die losse blaadjes. En die kun je dan ook nog weer opwerken. Of die zou je hier nog weer achter een bloementoef. Op die manier is het ook heel erg leuk als je bloemetjes hebt. En dan steek je die kleine takjes er nog weer bij tussen. En dan komt dat allemaal nog meer tot leven. Het is gewoon echt een hele leuke set, de Bamboo Jumbo. Ik vraag me af, hebben jullie nog vragen? Ik zie allemaal hele enthousiaste reacties, super leuk. Ik vond het gezellig dat jullie met zo'n grote groep weer waren. Ik leg ze zo even naast elkaar. Nou ja, deze is dan nog niet af. Die komt, ik denk dat ik die morgen even afmaak. En dan komt die nog wel even online. Deze plaats ik denk ik vanavond nog. Ja, die plaats ik straks nog wel even die foto. Dan kunnen jullie even het eindresultaat van mijn eerste voorbeeld zien. Dus je ziet in principe dezelfde producten. Maar doordat ik een ander plaatje heb, ja, krijgt het toch een heel ander uiterlijk. Dan wordt het toch weer een hele andere kaart. Dan wil ik jullie bedanken dat jullie er zo massaal waren en graag tot een volgende keer.